heb dus gehoord dat je ook te maken hebt met diabetes, zeg maar. Ja. Want wat voor impact heeft het op jou? Het is gewoon soms lastig. Altijd maar dat in de gaten houden van die suiker, spuiten, prikken. Als ik niet genoeg aandacht besteed aan mijn diabetes, dan ga ik schommelen heel erg. En dan krijg ik te maken met hele hoge suikers. Daar heb ik heel erg last van. Heel erg dorst, veel naar de wc, hoofdpijn. Ik moet heel vaak ervan overgeven. Gewoon echt ziek ervan. En de andere kant zijn lage suikers. Daar voel ik me ook heel verschrikkelijk door. Ja, want hoe vaak prik je op een dag? Ja, dat is verschillend. Maar toch zeker wel 6 keer, weet je wel. Het is altijd... Heb je dat nu dan bijvoorbeeld gedaan voordat je ging opnemen? Of moet je dat nog doen vandaag? Nou, ik moet zo... het is grappig dat je het even noemt. Want ik moet zo nog even meten. Even wat eten om alles weer goed in balans te houden. Yes. Even meten. Zo, gewoon even... Hoppakee. Nou. 13,9. Dat is iets te hoog. Dat is te hoog? Dus dan ga ik even wat insuline erbij gooien. En dit moet je alleen doen als het te hoog is? Of als ik iets eet. Oké. Okay. Zo. Doet dat pijn? Nee. Nee? Wat is die grootste angst? Ja, ik weet niet, ik ben toch wel bang voor complicaties en zo. Weet je. Vooral nu mensen op oudere leeftijd of zo, dan zie je wel eens dat ze ledematig geamputeerd hebben of weet ik veel wat. Aderen die dicht slippen of blind worden en zo, ja, dat vind ik eng. Maar ja, weet je, dat kun je niet tegenhouden. En ik doe gewoon natuurlijk heel erg mijn best om de suikers goed te houden. Maar ja, gebeurt het, ja, helaas. Maar ik hoop dat dat nog heel lang weg blijft. Je merkt echt dat ze het heeft geaccepteerd en het is gewoon zo. En ze gaat gewoon verder en ze geeft ook gewoon eerlijk toe dat het niet makkelijk is. Maar ze moet wel doorgaan en dat vind ik heel mooi om te zien. And now I'm finally free. Maar de gevolgen kunnen nog groter zijn. Ieder jaar sterven er ruim 10.000 mensen aan de gevolgen van diabetes. Het Diabetesfonds wil dit voorkomen en investeert in onderzoek om ervoor te zorgen dat mensen zoals Anne en Rosa een betere toekomst krijgen. Word daarom nu donateur vanaf €4 per maand en bel 0800 1747.